What's up? Nog even over een menu. Die nieuwe kalkoen Julia is heel aardig, maar no way dat ik aan dat kookboek ga kijken. We bedenken onze eigen recepten, of we doen niet mee. Ja, het is wokken of nokken. Goedemorgen. Sorry, ik had zelf met het menu. Prima, maar waar het ons om gaat is dat kookboek. We hebben er echt mee eens gekookt hoor. Dat dacht ik al. We zijn vanwege onze eigen recepten, denk ik. Zo doen we dat altijd. Prima! We willen dus niet uit het kookboek koken. Hoe goed het ook is. We koken niet uit het kookboek, dus probeer ons maar niet over te halen. Hallo, ze vindt het goed hoor. Echt waar? Echt waar. Het is veilig om zelf terecht te denken. Dus wie heeft er een idee? We gaan wokken. We doen iets met vegetarische dingetjes. En de ramazotol. Klinkt goed, wat vind jij Sam? Schrijf het maar op, dan bekijken wij ze samen wel. Cool, ik mag niet gozer. We gaan meteen naar de snel. Die was snel. Zo, dat ging veel makkelijker als we gedacht hadden. Zijn jullie in de buurt? Zie ik je zo? Ik
We moesten nog wat voor het feest doen, maar wat dan ook alweer? Ari, je bent precies op tijd. We stonden net bij de concurrent, die op het puzzel. De koopkoperij van zijn teken doen. Maar ik zeg, ho, onze vriend Ari gaat voor. Zijn ze echt goed? De laatste model in het beschaafd of zo? Ari toch. Zouden twee eerlijke verkopers als wij, ze dan verkopen aan een machtentransfeest als jij? Dat is waar. Kunnen jullie nog wat aan de prijs doen? Nou, dit is het totaalbedrag. Ik rond het af op 2 keer 11, omdat jij het bent. Hier tekenen. En nu even de bankpas voor de eenmaat van machtiging. Ja, die mag je. Wanneer krijg ik ze? Voor je weet staan ze in je keuken. Deal? Deal. Zo zie je maar weer, voor alles is een klant. Yeah.